Goedemorgen, broeders en zusters. Dank u wel dat u met z'n allen ook weer kijkt op deze kerstmorgen. Ik mag u van harte welkom heten in deze toch wel bijzondere kerstdienst. Ik wou toch beginnen met een beetje terugkijken. Toen ik klein was, toen kwam ik hier en dan was er sneeuw met kerst. Nou, door de jaren heen zijn we er al een beetje gewend aan geraakt dat de sneeuw met kerst een beetje uniek aan het worden is. Maar dat we hier nu zo op deze manier elkaar zouden ontmoeten, dat hadden we een jaar geleden denk ik geen van allen verwacht. Laten we ook vooral kijken naar de kansen die dat biedt. En hoe mooi het is dat we op kerstochtend de boodschap niet alleen delen met elkaar, maar ook de wereld in. Ik heb gisteravond genoten van Timo. Ik denk velen met ons. Maar daarnaast konden vele andere gemeentes de boodschap van kerst verspreiden over het internet. En laten we ook daarbij stilstaan bij deze kans. En laten we ons ook verbonden voelen, ook op deze manier. Het is misschien wat onwennig. We hebben het laatste jaar veel kunnen oefenen met elkaar. Dus laten we genieten van elkaar en van de boodschap van kerst en het wonder wat we mogen vieren. Als u achter mij kijkt, dan ziet u een aantal mooie schilderijen. Die zijn gemaakt door de kinderen van de zondagschool. Nou, daar willen we ook ontzettend voor bedanken. Dat geeft zoveel sfeer. We zien de engelen die de herders ontmoeten. En nog een keer de herders die de ster zien in de hemel. We zien Jozef en Maria en het kindje Jezus. En hier achter mij alle namen die Jezus gekregen heeft. Ontzettend mooi gemaakt. Dus vanaf hier, kinderen van de zondagschool, ontzettend bedankt. We willen deze dienst beginnen met het luisteren naar een medley van een aantal verschillende kerstliederen. Dus als de band zou willen spelen. Thank you.
is met ons. U kwam bij ons om mens te zijn, deelde mijn zwakheid en mijn pijn. U droeg de zwaarste straf voor mij. Laten we deze morgen ook beginnen met het gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we op deze kerstochtend, Heer, dat we stil mogen staan bij het begin van uw verlossingswerk, Heer. Het grote wonder wat u heeft gedaan voor ons, Heer. Dat u uw zoon gezonden heeft naar deze aarde, Heer. En dat we mochten ontvangen als een kind in een kribbe, Heer. Zo klein en zo kwetsbaar, Heer. Dank u wel dat we ons bewust mogen zijn, Heer, van uw grote liefde voor ons, Heer, dat u dat gedaan heeft, Heer. Dat u dit grote offer aan ons gebracht heeft, Heer. Wilt u ook met ons zijn, Heer, deze kerstdagen, Heer, als we soms misschien ons eenzamer voelen dan normaal, Heer, door de maatregelen waarmee we te maken hebben, Heer. Dat we toch niet in een volle kerkzaal hier bij elkaar kunnen zijn, Heer. Dat we niet met onze hele familie bij elkaar kunnen komen, Heer, maar wilt u ons ook juist in die tijd omringen met uw liefde, Heer, wilt u met ons zijn, Heer. Zeker bij de ouderen, Heer, bij de zieken die in deze tijd misschien het extra zwaar hebben, Heer, wilt u ze omringen met uw liefdevolle handen. Heer, wilt u ook zijn bij de kinderen, Heer. Wilt u ze aanraken, Heer, dat ze toch ook mogen begrijpen, Heer, hoe groot het wonder is wat we vieren in deze tijd, Heer. Dat kerst niet een feest is wat gaat om cadeaus of eten of drinken, Heer, maar vooral toch om het wonder van uw Zoon Jezus, Heer. Dat hij bij ons kwam als kleinkind. Heer, wilt u de dienst zo zegenen, Heer, dat we u centraal mogen laten staan, Heer. En dat het om u zal gaan, Heer, en het wonder van kerst. Dat bid ik u om Jezus wel. Amen. Ik wil graag met jullie lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 21. En daarin staat: in die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Dan zullen we nu gaan luisteren naar het lied Komt alle tezamen. Ik denk dat dat ook een verlangen is wat we allemaal wel ervaren. Dat we ook hopelijk gauw weer met z'n allen bij elkaar komen. We gaan eerst luisteren naar Stille Nacht, hoor ik net. Stille nacht, heilige nacht.
Naast de ontzettend mooie schilderijen die de zonderschool heeft gemaakt, hebben ze nog meer gedaan. En ze hebben namelijk ook een echte kerstfilm opgenomen. En daar willen we nu naar gaan kijken in twee delen. Tussendoor zingen we nog een lied. Dus we willen graag beginnen met het eerste deel van de kerstfilm van de zonderschool. Jongen, jongen, wat een dag vandaag, hè? Ik denk vanmorgen, er gaat van alles gebeuren hier, maar ik denk, het is toch weer goed gekomen. Ja, de schapen waren zo onrustig en ik denk, nou, wat gaat er toch gebeuren vandaag? Maar toch, hey, het is allemaal meegevallen. We hebben weer een lekker stukje vlees vanavond. Vandaag hebben wij mooi nieuws voor jullie. Vandaag is de herder van de wereld geboren. Wie is de herder van de wereld? Jezus. Waar is hij geboren? In Bethlehem. Hoe komen we daar? Als je de ster volgt, dan vind je Jezus. Hartstikke leuk, ik kan niet wachten voor deel 2. We gaan eerst nog naar een lied luisteren. Ik had staan Stille Nacht, maar die hebben we net gezongen. Dus nu komt alle tezamen. Nou, komt het allemaal goed.
laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. De hemelse mooi. Dan zullen we nu het tweede deel gaan kijken van de zondagschoolfilm. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. We hebben net uit de Bijbel het verhaal van hier Jezus gelezen. Dat hij geboren is in een stal en dat zijn moeder eerst heel ver moest reizen. Maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd of dat allemaal hetzelfde is gebleven of dat het heel anders gaat nu. En we hebben Judith uitgenodigd met Gideon. En zij weet nu natuurlijk alles van baby's, want zij heeft zelf een baby gekregen. En dan kunnen wij natuurlijk vragen stellen aan Judith. Wie zou de eerste vraag willen stellen aan Judith? Lotte? Hoe zijn jullie met de naam gekomen? Wij moesten heel hard nadenken over de naam. Toen hadden we een lijstje gemaakt met namen die we mooi vonden. En we vonden het ook leuk als de naam iets betekent. Dus als het ergens voor staat. En Gideon betekent bijvoorbeeld dapper. Dus we hopen dat Gideon een hele dappere jongen gaat worden. Oh, mooi. Ja, Maria had niet zelf de naam bedacht, hè? Maria had de naam van de Heere God zelf gekregen. God ja, van gezegd, de engel. Ja, de engel had gezegd. Van God moet je het kindje Jezus noemen. Ja, heel goed. Wie wil er nog meer een vraag stellen? Juliette. Waar lag het kindje toen hij geboren werd? Waar lag hij? Weet Nora dat? Waar lag Gideon toen Gideon geboren werd? Bij papa en mama. Bij papa en mama, hè? Ja. En hadden we een bedje voor Gideon? Ja. En dat bedje dat stond bij ons op de kamer. Okay. Het was een klein bedje. Een wiegje noemen we dat. Ja. Ja, nou kijk, als een babytje geboren is, waar werd Maria, waar wikkelde Maria Jezus in? Aha. Wie weet dat? In witte doeken. In witte doeken. Weet je hoe, hoe we dat hier doen? Ja. Weet je dat? Nog steeds als het goed is, hè? Ik weet niet meer de naam, maar ik weet witte doeken. Deze? Ja. Dit noem je heterofiele doeken. Zo, ja, dat is een moeilijk woord. Het zijn gewoon eigenlijk witte doeken. En als een kindje geboren is, dan wikkel je dat kindje vaak ook even in die doeken. En dan ga je het kindje een beetje schoonmaken. En dan pak je hem lekker in. En dan is het altijd belangrijk dat het kindje lekker warm blijft. Dus ook wij wikkelen, als kindjes geboren zijn, wikkelen we ze in doeken. Heel hartelijk bedankt dat ze hier gekomen is, samen met Gideon. We hebben heel veel geleerd van jullie tijd. Ja. We weten nu dat toen de Heer Jezus is geboren,
echt wel anders zoals nu. En dat we nu toch echt wel lekker in een bedje liggen en dat de kindjes lekker warm aangekleed worden en niet in een voetbak worden gelegd. Nee, want dat is zo prikkelend. Ja. Die harde hooi en zo. Ja, klopt. Dus dat is wel heel fijn. Wat ik bijzonder vind aan de geboorte van de Heer Jezus is dat de Heer God het plan helemaal van tevoren heeft uitgestippeld en dat hij door de profeten het heeft laten voorspellen. De geboorte van de Heer Jezus is ook belangrijk voor mij, omdat hij kwam om ons te redden en hij had ons lief. Dat de Heer Jezus kwam en er niet uitzag als een koningskind en hij werd geboren in een stal. Omdat hij geboren een man leuk. Ja. Geboren. Als ik denk aan kerst, dan denk ik aan dat het bijzonder is dat Jezus geboren uit een maagd. Maar ook dat de mensen al wisten, voordat hij geboren was, dat hij onze wereld zou redden. Ik sta hier met Noortje en Jurre en ik ga nu vertellen over het kerstverhaal. Wat vind ik van het kerstverhaal? Ik vind het wel een beetje gek dat ze in een stal sliepen en we staan nu ook bij een stal. En ik vind het wel een beetje raar dat ze daar gewoon een kind opvoeden een beetje en zo. Dat was wel een beetje gek. En ik vind het ook wel moeilijk voor ze dat ze zo lang moesten reizen. Wat de Heer Jezus voor mij betekent, is dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis gegaan is. En mijn zonde vergeven heeft. De Heer Jezus is voor mij een vriend. Hij is liefdevol en belangrijk en je kan hem vertrouwen. En wat heb jij persoonlijk met Jezus? Dat hij aan het kruis is gestorven. Ja, en dat je met hem gaat bidden. Ja, dat je met hem kan praten. Jezus betekent voor mij heel veel, want hij is voor ons aan het kruis gestorven en heeft onze zonde vergeven. Maar ik kan ook altijd naar hem toe gaan. Of hulp vragen als ik vragen heb of als ik het moeilijk heb. Wat betekent God voor mij? Nou, hij beschermt me altijd en hij geeft me altijd vertrouwen. En dat vind ik wel heel erg fijn. Dus eigenlijk is hij een soort van redder en ja, gewoon een superheld eigenlijk voor mij. Ja, nou, hartstikke mooi. Ik wil alle leiding en helpers en kinderen van de zondagschool met name ontzettend bedanken voor deze mooie beelden, de mooie schilderijen die ze hebben gemaakt. We gaan nu samen nog naar één lied luisteren en dan draag ik de dienst over aan Erik, dan zal hij het woord met ons delen. Het lied wat we nog gaan luisteren is Licht in de Nacht. De nacht
dat zijn leven begon. Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is hij ons komen brengen, stralend brengt die heldere morgen aan. Prijs nu zijn naam, samen met de Jezus kwam. O nacht vol licht, o nacht dat Jezus kwam. Wat hij ons leert is geven om een ander. Liefde alleen is de weg die hij wees. En als hij spreekt, verbreekt hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle talen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen. En geef hem glorie in alle eeuwigheid. En geef hem glorie in alle eeuwigheid. Zijn naam, de naam van alle namen, en geef hem glorie in alle eeuwigheid. Ja, goedemorgen allemaal. Wij zullen het nu hebben over wat staat in Lucas 2 vers 11. Jullie redder is geboren. En de Romeinen, het kerstverhaal begint met de Romeinen die graag, ja, vooral voor hun belastingssysteem alles goed in kaart willen hebben. En ze roepen iedereen op om naar de eigen geboortegrond te gaan. Jozef en Maria moeten daarom van Nazareth naar Bethlehem reizen. En waarschijnlijk zullen ze daar ongeveer 4 à 5 dagen over gedaan hebben.
Ik heb gisteren nog even gekeken op Google. Het is 2 uurtjes met de auto tegenwoordig. Maar zij hebben er 4 à 5 dagen over gedaan en eenmaal aangekomen in Bethlehem is er geen plaats voor hen om te overnachten. En waarschijnlijk overnachten ze dan in een stal. En daar wordt de redder van deze wereld geboren. Jezus Christus. En daar gaat het vandaag over. Over de redder van deze wereld. En als we kerstfeest vieren, ja, dan is het zo makkelijk om te vergeten waar het over gaat. Onze gedachten en onze prioriteiten. En de betekenis van kerst, ja, ze kunnen maar zo door elkaar worden gehaald. Zoals hier, alles is versierd. De zonneschool, zij hebben hun best gedaan. We zijn vanochtend niet wezen zingen met elkaar. Noem het maar op, de openluchtdienst is afgezegd. Ze hadden een koor gepland hier. Alles is anders en dan is het maar zo heel makkelijk om alles door elkaar te halen. Maar met kerstfeest mogen we vieren dat de redder van de wereld is geboren. Vers 11 zegt, jullie redder is geboren, jullie Messias, jullie Heer. En jullie Messias, die al beloofd was in het Oude Testament. Honderden jaren geleden was al beloofd dat er een Messias geboren zou worden. En Jezus is ook de Heer. In de Matthäus-evangelie daar staat, Hij is Emmanuel, God met ons. Hij is onze Heer. En je kunt deze titels, Redder, Messias en Heer, die kun je niet los van elkaar koppelen. Maar waar ik vanochtend dan de nadruk op wil leggen, is Jezus onze Redder. Jullie Redder is geboren. Was dat nodig? Nou, je kunt het daarmee vergelijken met een huurder. In feite, alle mensen zijn huurders. En stel nou voor, je huurt een huis en je hebt gewoon een huisbaas die heel slecht is. Hij laat je voor kosten opdraaien, die eigenlijk hij moet betalen. Hij komt maar zo je huis binnen en hij koeieneert, hij commandeert maar wat rond. En dat nog niet alles. Je hebt de fout gemaakt om schulden te maken bij hem. En je hebt schulden bij hem gemaakt die je eigenlijk nooit kunt terugbetalen. En keer op keer komt hij in je huis en word je daaraan herinnerd. En de vrede in je huis is ver te zoeken. Maar ja, je gehoorzaamt de huisbaas. Want ja, wat dan als je het niet doet? Maar dan op een dag krijg je een huis aangeboden. Een huis aangeboden van een goede huisbaas. Het huis is helemaal klaar en je kunt er zo intrekken. En deze huisbaas is echt een goede huisbaas. Hij helpt je met je verhuizen en hij zegt de schulden die je daar hebt gemaakt, die worden allemaal betaald. En dan mag je in het nieuwe huis komen wonen. Bij de nieuwe huisbaas, de goede huisbaas. En alles wat er was achter je laten. En in dit nieuwe huis, daar heerst vrede en rust en gerechtigheid. Alles is afgehandeld, je bent verhuisd, schuld betaald, alles geregeld. Maar dan op een dag komt de oude huisbaas in jouw nieuwe huis. En hij begint weer te commanderen. En herinneren dat jij vroeger nog zoveel schulden bij hem had. En dan mag je zeggen van nou, Jezus Christus is mijn redder. Hij heeft alles betaald. En de huisbaas, die oude huisbaas, die kun je het huis uitsturen. Jezus Christus, jullie redder, is geboren. En toen de herders dat hoorden, waarschijnlijk wisten ze er al van. Waarschijnlijk wisten ze dat er ooit een dag zou komen dat de Messias zou komen. Ze hadden misschien helemaal anders voorgesteld. Misschien wisten ze ook wel dat hij in Bethlehem zou komen. Maar ze hadden het zeker niet voorgesteld dat de engelen zouden zingen en dat ze Jezus Christus zouden zien in een stal. Maar toch, zo gaat het kerstverhaal.
En ze gaan daarheen, de herders gaan daarheen en ze verbazen zich over alles wat ze gehoord hebben, wat ze hebben gezien. En dan gaan ze weer op weg en ze loven en prezen de Heere God. En ze zullen tegen elkaar hebben gezegd, hoe kan ooit deze baby de redder van de wereld zijn? Hoe kan deze baby ons ooit redden van die slechte huisbaas? Nou weet je, naast dat je moet weten dat we allemaal huren zijn, is het tweede wat je beslist moet weten, is dat we allemaal de Heere God de rug hebben toegekeerd. Wij allemaal zijn zondig. Wij allemaal zijn ver afgedwaald van de Heere God. Maar tegelijkertijd is er nog een derde wat we moeten weten. En dat is dat de Heere God heel graag met iedereen contact wil. Nu vandaag weten we dat. Vandaag weten we het is hoe moeilijk het is als dat niet kan. Als je niet contact kunt krijgen met diegene met wie je wil. Als je gewend bent met kerst met de hele familie bij elkaar te komen. En met je vrienden, hoe dan ook. Vandaag worden we gehinderd door het corona. Nu de Heere God wordt niet gehinderd door het corona. Maar in ons contact staat de zonde tussen hem en ons. En in die zin is de redder geboren. Hij heeft het zondeprobleem zeg maar weggedaan. En hoe ver we ook afgedwaald zijn, en hoezeer wij God ook de rug hebben toegekeerd, we mogen altijd bij hem komen. We mogen dankzij Jezus Christus altijd bij hem komen. En de engelen zeiden tegen de herder, jullie redder is geboren. Maar de Bijbel is klip en klaar erover, niet alleen de redder van de herders, maar Jezus is de redder van ons allemaal, van iedereen. En dan kom je bij een van de mooiste parels van het evangelie. En dat is de onvoorwaardelijke liefde van God. Iedereen is welkom. En de Heere God zegt niet, en je moet eerst dat doen, of je moet dit meebrengen, of zus en zo. Iedereen is welkom. Iedereen mag komen zoals hij of zij is. En daarom het kerstverhaal, de film wat we gezien hebben op het scherm. En wat we gelezen hebben dus in Lucas 2. En daar stopt het niet bij. Er is veel meer dan dat. Kijk, we hebben nu de film gekeken. En we kennen allemaal wel filmsterren. En denk, we weten ook allemaal wel dat filmsterren geen gebrek aan vrienden hebben. Ze zijn beroemd en iedereen wil wel een deel van deze bekende mensen hebben. Dat verbaast ons niet. Maar wat ons wel verbaast, is dat je toch steeds weer leest van bekende mensen, van filmsterren. Ze hebben wel vrienden, maar echte vrienden hebben ze niet. En het is natuurlijk ook moeilijk. Want op het scherm kunnen ze misschien wel heel andere mensen zijn dan in de werkelijkheid. Op het scherm zijn ze helden. Maar in de praktijk, als er een muis langs loopt, staan ze misschien boven op de stoel. Of hele leuke mensen. Die blijken 's ochtends ontzettend chagrijnig te zijn. En pas nadat ze 2 koppen koffie hebben gehad. En dan kun je pas met ze praten. En soms is het ook andersom. Soms ook die hele slechte rikken in de film. Er blijken hele leuke mensen te zijn. Aan het einde van films heb je soms wel eens bloopers die ze laten zien. En dan zie je die slechte rik in het verhaal. Die heeft dan dolle pret met iemand. En het is heel moeilijk voor de grote filmsterren om echte vrienden te krijgen. Vrienden die hen nemen zoals ze zijn. En in feite, wij zijn allemaal daarnaar op zoek. We zijn allemaal op zoek naar onvoorwaardelijke liefde die God geeft. God biedt het ons aan. Wij mogen komen zoals we zijn. Weet je, we hebben de film dan gekeken van de zondagsschool. En weet je, ze hebben ook dit jaar weer schitterend hun best gedaan. Kosten nog moeite gespaard. Zelfs met een stopmotion erbij. Jongens, we hebben versierd. Het was geweldig. En het is gedaan naar het evangelie van Lucas.
Maar in het evangelie van Lucas en ook in de film, daar mist iets. Ook hier op podium, daar mist iets. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen, maar de wijzen komen er niet in voor. En vandaag is jullie redder geboren. En hij is de redder van iedereen. Hij is de redder ook van de wijzen. En er is een beetje een trend tegenwoordig om de wijzen uit de stal te houden. Want ja, weet je, ze waren er eigenlijk niet bij. En het was natuurlijk ook een beetje ongelukkig. De redder van de wereld wordt geboren. Hij die de slechte huizenbaas aan de kant zet. En de wijzen komen op kraamvisite. En misschien waren ze wel een jaar te laat. Een jaar te laat. Dus geen wonder dat mensen zeggen, ja, eigenlijk horen ze er niet bij. Maar bij de Heere God is alles anders. Zij horen er wel degelijk bij. Ook al waren ze te laat, ook al komen ze van ver. Ze komen van een ander volk. Ze horen er wel degelijk bij. Iedereen is welkom. Of je nu naar schapen ruikt, of je komt veel te laat. Gods onvoorwaardelijke liefde is voor iedereen. En iedereen is welkom. Kerst is veel meer dan een film. En dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws van de redder van de wereld. Die iedereen mag horen. En het moet ook zeker worden doorverteld. Tot slot dit. Ik ben begonnen met het voorbeeld van de huurder. En dat is wel de belangrijke boodschap. De Heere God heeft een huis voor ons, heeft een plek voor ons. En wij mogen verhuizen van de slechte huisbaas naar de goede huisbaas. En jongen, wat een verschil. Ergens anders in de Bijbel wordt gezegd, je gaat van het rijk der duisternis naar het rijk van het licht. En van de dood naar het leven. Wat een verschil. En iedereen mag komen en er staat een huis, zeg maar, met jouw naam erop. Klaar, je kunt er zo in. Alles is voorbereid. En misschien ben je wel zoals een van de wijzen. Misschien ben je veel te laat. Heb je wel 10 keer gehoord? Ja, de redder van de wereld is geboren. Maar je hebt er niet veel mee gedaan. Maar uiteindelijk zijn de wijzen zijn wel gekomen. En misschien heb je dat wel 10 keer gehoord. En toch wil ik je aanmoedigen om juist dan ook vandaag te zeggen, ik ga ook. En maak een keuze dat je ook naar de Heer Jezus gaat en hem aanbidt. Want niet gaan is ook een keuze. Maar als je dan wel verhuist en je gaat naar een nieuw huis, er is wel één ding wat je moet weten. In dit huis is geen schommelstoel en er zijn ook geen geraniums. Je gaat er niet daar rustig in de schommelstoel zitten achter de geraniums en laat de boel de boel. Nee, deze nieuwe goede huisbaas, die heeft niet alleen huizen gebouwd voor iedereen, maar hij doet ook andere dingen. En hij zal je vragen, wil je mee? Wil je meegaan, wil je helpen met het bouwen van weeshuizen, van ziekenhuizen? Wil je helpen te vertellen de mensen die nog bij de slechte huisbaas wonen, dat ze mogen verhuizen naar een nieuw huis, dat de schulden alles wordt betaald? We hebben deel 1 en deel 2 gezien in de film. En voor vandaag is dat ook mooi. Maar vergeet niet, morgen is er ook een deel 3. En een deel 4 en een deel 5. Dat wat we hebben, dat mogen we doorvertellen. Dat wat we weten over onze redder, dat mogen we vertellen aan iedereen. En het begint alles met het verhuizen naar het huis met jouw naam erop. Jongens, het is allemaal veel meer dan een film. Vandaag is Jezus jullie redder geboren. Laten we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo met elkaar toch het kerstfeest mogen vieren. Dat we mogen vieren dat de redder van de wereld geboren is. Heer, u hebt uw zoon gegeven. Heer, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven mag ontvangen.
Wat een voorrecht en wat een feest is dat als we vandaag dan mogen gedenken dat de Heer Jezus geboren is. Immanuel, God met ons. Vader in de hemel, we bidden, Heere God, als er mensen zijn, Heere, die deze stap ook willen maken, wilt u hen daar ook in helpen? En dan mogen we danken, Heere God, dat er een huis is, Heere, met hun naam erop. En ook voor het verdere verloop, voor deel 3 en deel 4 en ga zo maar door van de film, wilt u ons daarin helpen en leiden, Heer, dat we mogen getuigen, net zoals wat de herders deden, en van de grootheid van u en alles wat u hebt gedaan. Amen. Nu eigenlijk dit weekend zouden we ook een koor bij ons hebben. Joyful Sound, het is het koor waar Magdalene bij zingt. Ze zijn nu er niet, maar ze hebben wel een video gemaakt voor kerst. En deze willen we graag laten zien. Joyful Sound met One King. Thank you.
Laten we samen bidden om de zegen. En aansluitend gaan we nog luisteren naar Ere zij God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Here's a